Oh nee. Oh nee, het is wel. Het is wel aan het spe. Oh. Oh. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kalfijn. Dit is Nesim Naji. Oh, ik wil dat je naar mij weet. Wat up mensen, mijn naam is Nesim. Mijn naam is QC. Vandaag geen gekke vraag, maar papier. Het is officieel. Seizoen 2 van De Dikste Dealer is officieel van start, dames en heren. Vorig jaar ben ik de strijd aangegaan tegen een aantal mensen, waaronder Gio Latoy, Marije Zuurveld, Nina Waring en... nog iemand waarvan ik... die was niet bekend genoeg. Hanmee! Hey. In De Dikste Dealer ga ik de strijd aan tegen een andere YouTuber of maker of BN'er of hoe de fuck je ze ook wil noemen. Door middel van Marktplaats. Binnen 6 uur moeten we een bepaalde opdracht voltooien. En jij trapt af. Lekker man. Ja, heb je er een klein beetje zin in? Ik heb er op zich wel zin in. Oké, wij krijgen vandaag 6 uur de tijd om via Marktplaats voor 100 euro aan kinderdingen te kopen. Om aan het eind van de dag erachter te komen... waar QC's dochtertje, genaamd... Michaela, ik moest even nadenken. Michaela, waar Michaela het meest blij van wordt. Als het goed is hebben wij over 6 uur elk een aantal kinderdingen waar dan Michaela heel blij mee gaat zijn. En dan gaat Michaela samen met haar vader kiezen wie het beste heeft gedaan. Maar ze weten dus niet wie wat heeft gekocht, snap je? Oeh. Dus het blijft wel eerlijk. Er is alleen één grote maar dit seizoen. Oeh. En die wil ik toch eventjes uitleggen. Namelijk, vorig seizoen was leuk en het was een beetje tam en het was gezellig. Maar deze keer gaan we het iets harder aanpakken. Namelijk, wij krijgen elk de mogelijkheid om te kiezen uit 3 hulplijnen. Hulplijn 1 is dat jij hulp vraagt van iemand die je daarbij kan helpen. Ja. Hulplijn 2 is dat je de tegenstander, in dit geval ik... een half uur langs de weg mag zetten. En hulplijn 3 is dat je de telefoon van de ander een half uur mag uitzetten. Want we doen alles Marktplaats via de Marktplaats app, allemaal via de telefoon. Dus dan is het extra kut als je een half uur niet op je telefoon mag. Hey, is het duidelijk? Ja. Ja? Alleen zeg maar, hoeveel tijd hebben we? 6 uur. Oh ja, dat zei je. En de tijd gaat nu in. Nesim en ik krijgen 6 uur de tijd om een zo leuk mogelijk cadeau te kopen voor de dochter van QC. Denk aan rammelende shit, speelgoed, flesjes, stickervellen van Peppa Pig, kinderconfetti, bakfiets, mailkleedjes, weet ik veel. Zolang het maar voor kinderen is. Aan het eind van de aflevering is het aan QC om samen met zijn dochter te bepalen wie deze aflevering de dikste dealer is. Let's go! Oké, mijn tactiek. Aan het eind van de dag gaat Michaela, de prachtige dochter van QC, 1 cadeau kiezen. Dus dan kan ik 2 dingen doen. Of ik kan 1 heel goed ding kopen, of ik koop gewoon heel veel. En dan wordt gewoon automatisch de kans groter dat ze 1 van mij kiest, omdat er simpelweg meer van mij ligt. En ik zit nog te twijfelen of ik de hulp van iemand wil inschakelen als hulplijn. Maar daar ga ik nog even over nadenken. Ik heb ervoor gekozen om niet te gaan, zeg maar, voor... weet ik veel, voor kwantiteit, maar gewoon voor 1 heel vet iets. Dus ik heb liever dat ze zeg maar 1 ding krijgen, dat ze denken van, oh mijn god, waarom heeft mijn vader dit niet voor mij gekocht? Als we dit doen, heb ik het gevoel alsof ik voor een postcode loterij ben. Hi, goeiedag. Ik kom voor de Barbie huis. Ja. Jij? Het is zo raar dit. Hi, Nessie. Ga jaren. Hoi. Ik kom binnen. Ja? Daarom. Top. Dankjewel. Oh, wauw. Ja. Hij is wel echt groot. Oké, wat leuk. En wat heb je er allemaal bij? Je hebt een keuken. Een badkamer, een woonkamer, slaapkamer, een paard. Zo, wat was de prijs? Het is 85. 85 euro. Ja. Ja. Ja, goed. Ik ga er nog even over nadenken. Als ik hem wil, dan bel ik wel even. Juist. En dan komen we terug om hem in te laden. Is dat goed? Ja. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Ik denk niet dat dit hem gaat worden. Het is, zeg maar, het is niet spectaculair genoeg, het is niet dat ik denk van oké, hiermee kan ik aankomen en zeggen van yo, dit is het man, kijk. Paard en licht is leuk, maar we moeten nog even iets, het moet leuker, het moet vetter. Dus we gaan even Marktplaats weer afzoeken. Dames en heren, ik sta op het punt om de spannendste deal van mijn leven te sluiten. Ik heb puzzels en spellen kinderen gevonden op Marktplaats, jazeker. Een mevrouw die mij deze wil verkopen voor maar liefst 10 ekkies. Alleen er is wat bijzonders aan de gang. Namelijk, ze zegt als volgt. Hey Kelvin, wij wonen aan de grote parkeerplaats van winkelcentrum Westwijkplein. Ik zal om 22:30 wachten bij de containers. De tas staat in onze box beneden.
zie ze staan. Ze staan bij de containers. Als ik er niet overleef, vertel mijn moeder dat ik er van heel erg van hou. De scène van net was misschien een tikkeltje overdreven, maar je kan nooit genoeg spanning in je leven hebben. Ik ben lekker onderweg, want ik heb net bij deze vrouw voor 10 euro allemaal speelgoed gehaald. Echt teringveel. Ik heb geen flauw idee wat ik net allemaal gekocht heb, maar het was 10 euro en ik heb het allemaal in één tas kunnen halen, dus dat is lekker. Dus eigenlijk ben ik al klaar, maar ik begin nog maar net. In dit seizoen van de Dikste Dealer kan ik en mijn tegenstander een hulplijn inzetten. En ik zit een beetje te denken. Ik struin heel marktplaats af en één ding valt me op, namelijk dat er heel veel speelgoed is. En dat wil ik eigenlijk allemaal halen, want het moet allemaal kunnen. Alleen ik denk dat ik aan 6 uur niet genoeg heb in mijn eentje. Dus ik wil eigenlijk even mijn beste vrienden inschakelen om te helpen bij deze opdracht. Ik heb één vriend die eigenlijk nooit echt wat te doen heeft. die heet Paul, die kun je misschien kennen uit deze video. Hallo? Yo, papi, het is je boy. Klopt het dat jij vandaag echt helemaal niks te doen hebt? Nou, ik ben echt helemaal gestrekt. Mijn strategie is om zoveel mogelijk meuk te halen. Alleen dat gaat in mijn eentje niet lukken. Dus ik wil je vragen of je mij misschien wil helpen. Alsjeblieft, ik smeek het je. Er is één marktplaats king, dat ben ik. Ik letterlijk alles in mijn huis is marktplaats. Ik stuur gewoon een cameraman naar jou toe. Als jij gewoon alvast op marktplaats gaat kijken naar shit, dan, dan moet het goed komen. Oké, okay, Matty, thank you. Zie je later. Marcel. Lekker boys! Let's go! Let's go! Hi, goeiedag met Nesim. Hallo. Hi, ik had een vraagje. Ik heb op marktplaats gezien dat jullie een Playmobil dinosaurus set verkopen. Dat klopt. Want ik kan er over een klein uurtje zijn. Is dat goed voor u? Ja hoor, dat is prima. Oké, super. Dan zie ik u straks. Ja, 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 ja. Hallo allemaal. Kom binnen. Lekker. Daar gaan we. Ik heb al wat opgezocht. Ik ben daar gewoon best wel goed in eigenlijk. Hallo. Wat een mooie plek. Ik mag wel hier opstaan. Ja? Ik mag hier opstaan. Ja hoor, fantastisch. Wat hadden we afgesproken? 5 euro? 7,50. Ah, shit. Ik heb het net geteld en dit is precies 7,50. Ja, dankjewel, oké. Okay. Doeg. Ja, ja. De Skiller Wheelers. Nou ja, 7,50. Ik zeg, koop je toch? 3 zakken. Met knuffels, 5 euro. Alles in één keer. Ik hoef er verder niks over te zeggen. Ik ga ze ophalen. Ik heb echt geen idee wat hier allemaal in zit. Ik dacht dat het één tasje zou zijn met allemaal knuffels, maar blijkbaar is het gewoon hier. Oh, kut. Sorry, poesje. Ze hoeven in ieder geval niet meer te twijfelen aan of ik genoeg heb. Maar ik hoop wel dat Michaela dit leuk vindt. Ik weet ook niet precies wat voor knuffels hierin zitten. Ik hoop niet dat het soort van vieze knuffels zijn. Waarschijnlijk wel. Het is een compleet soort van pakket. Ja, dit is gewoon jij. Je kunt het los kopen, maar ik heb er dan pas één set gewoon op marktplaats gezet. Hoeveel was de prijs ook alweer? Marktplaats gezet, 95 euro. Alles bij elkaar, ja. Wat op zich redelijk is. Ja, toch? Zeker. Als je het nieuw moet kopen, ik zou niet weten. Ik denk dat je zeker 300 euro kwijt bent. Ja, zo. En wat voor dinosaurus is het precies? Dit is een brachiosaurus. Een brachiosaurus? Ja. Oké. Okay. Volgens mij is dat een stegosaurus. Oké. Okay. Het zou T-Rex. En de rest dat is ook een Turcosaurus. Nee, dat denk ik niet. Jammer. Tot zover de dinosaurussen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het wel leuk. Maar het ding is, ik neig gewoon heel erg naar om iets te zoeken in de gaminghoek. Want weet je, haar vader is een gamer. Zij houdt van gamen. Ik heb hem wel eens zien spelen op zo'n game ding. Vond ze helemaal geweldig. Dus misschien moeten we op Marktplaats even gaan zoeken naar soort van een game ding. Wat ze soort van kan meenemen onderweg als ze met de pa ergens naartoe gaat of wat dan ook. Snap je? Ik weet niet of dit ook iets is waar ik van, zeg maar, van Calvin kan winnen. Want dat is ook belangrijk. Los van dat zij een leuk cadeau moet krijgen. Ik wil ook gewoon winnen van Calvin. Dus we gaan nog eventjes verder nadenken. Ja, we kunnen het ophalen. Een boekje van een hele mooie roman. Het is voor mij een heel belangrijk
sentimenteel boek. Het is een roman over de geschiedenis van het Ottomaanse Rijk. Daarin wordt eigenlijk verteld hoe de strategische opbouw van de aanvallen die ze deden tegen het Romeinse Rijk. Dus het is heel erg interessant als kind om dat te lezen. Hallo! Dag. Van de Marktplaats. Ja, ik kom wat moois ophalen. Ja. Oh, het boek. Ja. Nou, dit is het fantastische boek over het Ottomaanse Rijk. Mees Kees. Dat ging toch over... Het ging toch over een Ottomaanse... Dit allemaal is 20 euro. Ah, geweldig. Doeg. Nee. Dank je. Doeg. Wow. Nou, deeltje toch? Mooi geregeld. Polletje belt mij. Chill, papi. Yo, Paul. Kijk wat ik heb, jongen. Wat is dit? Ja. Wat is dit, hè? Wat is dit? Ja, dit is echt niet normaal. Kijk even wat ik hier heb gefixt. Het ziet echt heel zielig uit. Het is een springkussen, ouwe. Als je die opblaast, dan is het echt een gigantisch ding. Aai. 15 euro, man. Netjes. Weet je wat ik heb? Nou. Ik ga het je laten zien. Allemaal... Echt tering veel dit. Ik heb heel veel zin in die slijmmachine en dit. Ik wil hem opgeblazen zien, maar ga jij lekker... Ik moet nog weer naar een ander adresje, dus ik ga weer ophangen. Ik moet ook door, man. Ik spreek Oké, lata. Jongens, ik heb waarvan ik denk dat ze het heel leuk gaat vinden, een Wii U gevonden. Het is zeg maar zo'n game console ding. En er staat bij net de Wii U. 8 gigabyte compleet. 2 maanden garantie ook nog erbij. Dus dat is ook echt helemaal top. Volgens mij Wii U kan je toch wel leuke spellen spelen. Mario en zo, dat soort dingen. Dat is toch wel leuk. We gaan er naartoe rijden. En dan checken of die goed is. En als die gewoon goed is, gaan we gewoon gelijk kopen. Niet te veel zeuren. En ik denk dat dit wel iets is. Zeg maar, Calvin kan zeg maar met heel veel dingen komen. Maar juist omdat ik weet waar zij van houdt. Is dit wel iets waar je mee zou kunnen winnen. Dus, we gaan het checken. Hoi. Mijn naam is Paul. Hi. Oh, nice. Ik zeggen, ja. Kies maar uit en dan laat ik het je zien. Glitterpony 3 euro, die heb ik gezien, die wil ik heel graag. DVD 4 euro, knuffel 3. Pet. Ja. Pet 3. Oké, een tientje heb ik, hè. Ik wil eigenlijk die pet, vind ik fantastisch, die wil ik graag. Deze denk ik ook. Doen we die ook. Oké. Ja, dat is precies op 10, toch? Kijk eens, alsjeblieft. Hartelijk dank. Thanks. Dat ging snel. Jij gaat weer door naar de volgende klant natuurlijk. Oké, dank je. Doeg. Ah, zo. We hebben niet heel veel tijd. En als het goed is, is het hier. Goeiedag. Ik kom voor de Wii U. Ja. Heb je die ergens liggen? Ja. Is het zeg maar met spel, zonder spel? Is gewoon zeg maar die ding. Het is gewoon deze met kabels en zo. Welke kabels erbij? Ja, anders kan je niet spelen. Nou, op het eerste zicht ziet het er gewoon prima uit. En krijg ik hem zeg maar gewoon in de Albertijntas mee of krijg ik hem een doos erbij? Hoe werkt dat? Oké, omdat je Albertijn zegt, krijg je een Lidl. Ik ben zeg maar nog nooit in zo'n winkel geweest, ik weet niet hoe het werkt, Benji. Het kost 90 euro, toch? Ik heb een barkie. Wat kan jij voor die 10 nog doen, man? Heb je nog een spelletje? Misschien kan ik wel een spelletje voor je. Maar weet je, ik wil niet zeg maar met alleen dit komen en dan, wat moet ik doen? Ik kan hier niet mee spelen. Dat ze wel iets heeft. Misschien dit. Dit is Mario Bros, toch? Kijk, hier staat 20. Dit is wel 20 euro, man. Ja, maar wat kan je voor ons doen, man, bro? Dus je mag wel deze voor tientje, man. Ja? Ja. Hey, dat is wel hard, man. Dus gewoon alles voor 100 euro. Ja. Strijder. Ja? Lekker, man. Kom, we gaan die Lidl-zak van je inpakken. Oké, jongens, ik heb niet heel veel tijd, maar dat betekent dat Calvin ook niet heel veel tijd heeft om, zeg maar, om alles te doen. Ik kan nog mijn hulplijn inschakelen en dat ik hem aan de kant zet. Dus straks, als ik dit even heb afgerond, ga ik hem bellen en dan ga ik het slecht nieuws vertellen. Dag, mevrouw. Hallo. Hallo. Ik ben Kelvin. Hallo. Hoi, Anja. Mag ik even binnenkomen? Ja, tuurlijk. Ik hoor hem al. Wauw. Ik ben verliefd. En dit ding houdt niet op. Nee, je kan hem niet uitzetten. Echt? Hij kan niet uit? Nee, dus elke keer als ik het tegenaan stoot, dan begint hij. Oké. Verder weet ik ook niet wat je ermee kan doen. Jeetje, wat een geluid komt eruit. 1, 2, 5. Ja, helemaal goed.
5 euro. Oh. Voor de Furby. Voor de Furby. Die inmiddels stil is. Ja, nu is het stil. Maar ja, als je hem pakt, dan begint hij weer. Dit wordt zo lekker autorijden, dit. Oh mijn god. Ah, oh, god. Dit is het domste wat ik had kunnen doen. Hey, kom aan, jongen. Nesse motherfucking Naji. Bro, ik zeg eerlijk, maar ik weet, zeg maar, ik weet dat ik je een kutgevoel ga geven, maar ik ga toch zeggen. Ik heb iets gevonden waarvan ik zeker weet dat ze echt leuk gaat vinden. Ik ken haar. In principe hoef ik mijn best niet meer te doen, maar ik wil wel nog iets doen, zeg maar, om het jou nog kutter te maken. Dus wat ik wil, is dat jij voor het laatste half uur je auto aan de kant zet. Maar ik rijd op de snelweg. Het boeit me niet. Gewoon stoppen, grap. Teringleier. En het regent ook, dus je moet, zeg maar, achter de vangrail staan in de regen. Ik sta letterlijk nu op de snelweg stil. Trek een regenjas aan, hè. Het is nat buiten. God, nee, dit is helemaal kut. Ah! Fuck! Dit is fucking bullshit. Hij is echt smerig aan het spelen. We hebben nog een half uur. Ik was onderweg naar een fucking zieke eenhoornknuffel. Maar die kan ik nu überhaupt niet meer halen. Want ik mag pas over een half uur weer rijden. Maar ja, dan is het afgelopen. Paul, ik moet je helaas vertellen dat je stil moet gaan staan. Gast, ik had nu een afspraak met een man van een hobbelpaard. Ja, die moet je nu dus afzeggen. Want we hebben nog maar überhaupt een half uur. En we moeten dus nu een half uur stil zijn. Dus met andere woorden, Nessim heeft ons gewoon geleid. Ja, nou ja, oké. Okay, ja. Ja, ik wilde net weg gaan rijden. Ja. Kut, sorry. Oké, okay, ja, is goed. Nou ja, ik spreek je, hè. Goed. Laatste half uur, jongens. We gaan nu gelijk richting Lucy en zijn dochter. En dan gaan we even blij maken. Nou ja, inmiddels zijn er 30 minuten voorbij. Nog 3, 2, 1. Oké, nu heb ik scheid. Fuck it. Nu gaan we gewoon weer. Op naar QC voor de ontknoping, jongens. Het is het moment van de waarheid, Nessim. Ben je blij? Ik ben op zich best wel ben je tevreden? Tevreden. Je boodschap gedaan, top. Ja, oh, lekker, bro, man. Kijk, luister, je kan lachen. Het is maar een beetje een ghetto tas. Ik moet eerlijk zeggen, ik kwam ook een beetje in een ghetto buurt en zo, maar ik heb wel iets gefixt. Ik heb ook wat gefixt. Wat heb je, een knipbeurt? Ja. Ja, van Michaela, inderdaad. Nee, ja, zullen we even kijken? Oh, moet je meelopen? Ja, ik heb het even gedaan. Als we moeten lopen, is het wel huge of zo, man. Nee, ja, ik heb gewoon mijn best gedaan. Dat is ja, gewoon. Nee, dan zeg ik mijn best niet heb gedaan. Ben ik klaar voor? Kun je dit aan? Je hebt je zeker weer uitgeslopen. Ja, ik heb hem wel redelijk uitgesloten. Welcome to the mansion! Welkom bij mijn speelgoedparadijs. Je hebt helemaal gewoon de Intertoys leeggekocht. Dit is allemaal. Die mensen gaan failliet, nee, en 100 euro kunnen halen. Allemaal voor maximaal 100 euro via Marktplaats. Maar echt alles wat je maar kan bedenken. Dit is belachelijk, man. Dit is echt alles wat je hebt. Dit is alles wat ik heb. Wil je het zien ook? Of, ja, heel graag. Ja? Nou, gamen. En ik heb ook nog een spel erbij. Leg het erbij. Oh ja, natuurlijk, want ze mogen niet weten dat ik... Juist. Dus leg het er ergens tussen. Leg het er een beetje zo tussen. Jeez, die Furby, hier word ik echt helemaal wild van. Q en zijn lieve dochtertje, Michaela, die zijn hiernaast aan het wachten. Mm-hmm. Die komen straks binnen. Ja. Dan mag Michaela mag hier rondlopen, kijken, snuffelen, doen wat ze wil. En dan kiest ze uiteindelijk hetgeen waar ze het meest blij mee is. En dat ding neemt ze mee naar huis. En degene die die heeft gekocht, die wint van ons. Komt u maar! Hey! Wat is dat? Lekker, was. Ja, dat is niet normaal, dit. Ome Nessim en ik hebben vandaag ons best gedaan om wat leuks voor je te halen. En nu mag jij kiezen wat je het allerleukste vindt. Dus je mag even rondlopen, je mag even rondkijken en dan mag je één ding kiezen. Waarvan je denkt, die wil ik 100% hebben. En die moet je kiezen. Wat vind je mooi? Hè? Van alles, we hebben één ronde kijken. Of weet je zeker dat je dat gewoon wil? Het is ook niet makkelijk, hè? Het is niet makkelijk. Kies maar, kijk. Kies maar. Ja, als je de keuze hebt gemaakt. Op het moment dat je de keuze hebt, je moet pakken wat je wilt hebben, Mimi. En je mag niet meer terug. Je mag wel niet meer terug. Dus ga je de Cars puzzle pakken? Of de. Of de? Wat? Oh, die moet heel spannend. Oh nee. Oh nee, ze is wel. Ze is wel aan het spelen. Oh. Oh, het gaat wel oh. Oh, knuffel. Knuffel is ook mooi.
wist het. Hoor je die? Ja, mooi! Lekker. High five. Bedankt. Ben je er blij mee? Yes! Hey, ja. Heel duur beetje. Dat... Aan het eind van dit seizoen zullen jullie erachter komen wat er met alle spullen gaat gebeuren. Maar dat hou ik nog even geheim. Dankjewel voor het kijken. Mijn naam is Calvin. Tot de volgende keer, dames en heren. De ballen laten ze niet vallen. Mag ik nog drie zeggen? Ja, doei. Doei. Yo.